wonderful. What a wonderful world. Vandaag zullen wij een van onze in de laatste video's voor jullie opnemen. Omdat wij helaas te laat in de laatste 3 weken van onze stageperiode zitten. Vandaag zullen we jullie meenemen in een dagje online stage. Wat inhoudt dat wij allemaal zullen laten zien hoe wij vanuit huis werken. Door de omstandigheden van corona en de lockdown waar we momenteel in zitten. Dus kijk vooral verder. En als je de video leuk vindt, vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En een reactie achter te laten. En kijk vooral verder. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En we zijn begonnen met het flow-overleg. Wat we in het flow-overleg doen is dan bespreken we eigenlijk een beetje de week en de komende evenementen. We hebben niet heel veel evenementen meer. Omdat we de laatste 3 weken ingaan met deze flow-ies. Dus het is een beetje afbouwen allemaal, maar toch heel erg leuk. Wij zullen jullie een beetje mee gaan nemen in onze thuissituatie. Want wij zitten nu natuurlijk ook thuis. En willen jullie graag laten zien hoe wij dat een beetje doen nu. Dus dat zullen jullie in deze video gaan zien. En wij hopen dat jullie het een beetje leuk vinden. Wat daar natuurlijk in wordt gezegd, zullen we... Voor 10:30. We zijn klaar met flow-overleg. Ik ga even wat eten en daarna aan mijn taken beginnen voor vandaag. Ik ben nu bezig met de to-do's maken. Dit zijn de to-do's van vandaag. En daar staat dus dat ik de actielijst voor morgen moet maken. Dus dat ben ik hier nu aan het doen. Zodat we morgen ook allemaal weten wie wat wanneer moet doen. Wat trouwens nog wel leuk is om te vertellen, is dat... Leandra, Ilona, David en Maïl gaan ons verlaten. Maar Bradley en ik blijven nog lekker op jullie beeldschermen. Wij blijven nog een half jaar. Dus jullie zien ons nog lekker terug volgend half jaar. Ja. Ik ga vandaag wat taken doen en dat ga ik jullie laten zien. Ik ga zo beginnen met het foto's en teksten verzamelen en maken. Dat ga ik doen omdat er een nieuw team komt, het mediateam. Dus dat ga ik doen, dat moet gebeuren voor de website, dus tot zo. Nou, voordat ik aan de slag kan gaan, kijk ik altijd nog even een keertje in de to-do-lijst om te kijken welke actie ik als eerst ga doen. Dus voor vandaag moet ik even de kanalen monitoren en reageren op reacties van de social media's van het Flowbureau. Dan moet ik filmen voor de ene laatste video, helaas. Maar dat ben ik nu aan het doen. En dan moet ik ook nog voor mijn schoolopdracht een onderzoekje doen voor het Flowbureau. En daarvoor ga ik dus een enquête uitzetten op Instagram en LinkedIn. Dus die moet ik ook nog maken voor vandaag. Dan moet ik nog het magazine delen. Dat moeten we checken bij Delvecchio. Omdat hij voor ons de online magazine heeft gemaakt. Voor onze campagne van 10 jaar Flowbureau. Dan ga ik even door naar beneden. En dan moet ik voor de workshops even alle aanmeldingen in een schema neerzetten. En dan mag ik alle formulieren dichtzetten na 1 uur. Zodat er geen inschrijvingen meer komen voor data's die al zijn geweest. Dan mag ik ook nog even Annelies informeren over de catering voor de try-out day. Want die komen er ook weer aan. En dat was het eigenlijk voor vandaag.
Dus zoals jullie kunnen zien heb ik eigenlijk best wel een rustig dagje. We hebben namelijk ook niet zoveel heel veel projecten lopen op dit moment. Omdat we natuurlijk in de laatste weken zitten. Wat heel erg jammer is. Want ik heb het heel erg naar mijn zin gehad bij het Flowbureau. En ik ga jullie allemaal missen. Maar dat zijn dus mijn taken voor vandaag. Dus ik ga hiermee aan de slag. En dan zal ik jullie later op de dag een update geven. Over hoe ver ik ben. En of alles is gelukt. Dus ik zie jullie straks. Yo mensen, zoals jullie zien. Bradley, ik en Lisa zijn in gesprek over een paar nieuwe ideeën voor de try-out day van 28 januari. Bradley, Lisa, hebben jullie nog wat te zeggen? Klopt helemaal wat je zegt. 3 uur. En ik ben eigenlijk al klaar met al mijn taken voor vandaag. Ik heb tussendoor ook nog even aan mijn eigen schoolopdracht gewerkt. Dus ik ga zo even kijken of ik nog iets voor iemand anders kan doen. En om 4 uur hebben we straks nog de to-do's doorspreken van vandaag. Om te kijken of iemand anders nog kan helpen. En dan zit de dag er alweer bijna op. Nu we allemaal thuis zitten, moeten we natuurlijk wel blijven samenwerken met elkaar. En elkaar een beetje blijven zien. Dus ik ben nu met Leandra ben ik bezig met een enquête dat zij moet maken voor haar school. Daar ben ik haar mee aan het helpen. Daar zit ze. Zeg even hoi. Hoi. Ja, Lady gaat mij verlaten. Over een paar weken. Heel sad. Volgen mij ook. Lady heeft een paar volgers erbij. Dat vind ik heel leuk. Influencer. Ze zegt ook dat ze een influencer wordt. Dus als iedereen nou dit allemaal even liked en dan een deelt, dan wordt ze ook een influencer. Dus jongens. Stay tuned bij Leandra. Maar wij gaan weer even verder en dan zien jullie later weer. Bye. En nog even de to-do's aan het doornemen voor vandaag. Eigenlijk is bijna alles af. Dus dat betekent dat we ook lekker op tijd klaar zijn. Einde van de dag. Zoals jullie kunnen zien staan alle acties op groen. Dat we klaar zijn voor vandaag. Ondanks dat het nog geen 5 uur is. Dus we kunnen lekker op tijd stoppen. En de actieles voor morgen staat alweer klaar. Dus morgen zien we wel weer wat we dan allemaal gaan doen. Yo mensen. Bedankt voor het kijken naar een van onze laatste video's. Ik hoop dat jullie van ons hebben genoten deze periode. Ik hoor het graag in de comments.